Goedenavond, beste mensen. Welkom hier in de benedenkantine van de KSV Oudenaarde. We gaan het nog eventjes hebben over de wedstrijd tussen KSVO en FC Merelbeke, die zo pas is afgelopen met een zege voor de bezoekers. We gaan dat doen met onze trainer Stefan Leleu, maar we gaan beginnen met bezoekend trainer Davy de Schrijver. Juist? Ja, welkom Davy en ja, proficiat met de zege. Mogen wij uw wedstrijdanalyse? Zeer blij met de overwinning natuurlijk, hè. Dat is altijd zo. Na onze toch wel stevige nederlaag vorige week op Dikkelvenne hadden we het vandaag iets voorzichtiger aangepakt. Maar denk ik wel dat we een zeer verdiende overwinning behaald hebben. De eerste helft hadden we al een aantal kansen, hè. Na de 1-0 nog een bal tegen de paal. Ik denk dat Oudenaar op dat moment alleen 2-3 corners daar tegenover heeft kunnen zetten en dat we de eerste helft de match onder controle hadden. Nu, ik vond de tweede helft toch ook wel met de inbreng van Kasper. Dat er de eerste 10, 15 minuten dat Oudenaarde toch dreigender kwam opzetten. Maar na dat kwartier viel dat weer iets terug. En dan vind ik dat wij, met een betere laatste pas, dat we toch wel de match vroeger hadden moeten beslissen. Ook tegen 10 man hadden we het nooit mogen laten gebeuren. Dat we in minuut 94 eigenlijk nog een stressvol moment creëerden. Dank u. We gaan eventjes vragen aan Stefan wat zijn wedstrijdanalyse is. Wel, ik denk dat we de eerste 10 minuten nog in de wedstrijd zaten. Dat we toch nog iets gedaan hebben. Maar dan heeft Merelbeke het overgenomen en was gretiger dan ons. Wij liepen niet in balverlies. Balbezit was het ook al moeilijk. Maar ondanks, ik denk dat Milan nog een degelijke kans krijgt. Trapt vol op doel. En dat Jérôme wordt vrijgespeeld centraal voor doel, maar er te weinig mee doet dan. Dan krijgen we een penalty tegen natuurlijk. 1-0, dat is een domper, maar het was niet goed. Dan hebben we dan gewisseld en met Kasper, dan de inbreng van Kasper, was dat dan beter en gretiger. En krijgen we dan een heel grote kans met Jesse aan de tweede paal. Jérôme kan er ook net niet aan en de bal gaat net voorlangs. En ik denk dat Jérôme zijn shot net naast ook iets beter kon verdiend hebben. Dat wij dan toch wel de baas waren. Dan krijgen we een discutabele tweede hele kaart volgens mij. Komen we dan met 10 te staan. Dan moeten we nog meer, moeten we meer risico's gaan nemen. En zoals Davy zegt, dan speelt Merelbeke het niet goed uit. Maar we hebben ook een paar keer de laatste pas niet goed gegeven. En blijven in de wedstrijd, zolang het 0-1 is. Maar uiteindelijk hebben we dan met het gevaar dat we konden creëren iets te weinig gedaan en is het vandaag 0-1. Maar het is zo dat we zijn gered natuurlijk en het is allemaal plezant op training. Het is allemaal wat losser. Ik heb de indruk dat sommige jongens daar toch niet mee om kunnen. Dat we toch dat moeten concluderen dat het in een seizoenswedstrijd, maar dat we toch voor elke wedstrijd u moet kunnen opladen als sportman om het alles te geven. En dat bij sommigen vandaag toch niet gezien. Ik hoor toch wel tussen de lijntjes een beetje ontgoochelde trainer. Ontgoocheld zeker, want ik heb een paar jongens gezegd van ik heb getwijfeld om je op te stellen en je mag vandaag toch spelen en dan krijg je dat maar terug. Dan vind ik dat toch iets te weinig vandaag. Davy, jullie hebben de kaap van 40 punten bereikt. Proficiat daarmee, dat is heel mooi. Jullie staan, laten we zeggen, onder de top 5. Staaft dat? Is dat goed? Kijkend naar de ambities die jullie hadden bij de start van het seizoen, ben je daar heel tevreden mee? Ja, zeker. Ik ben daar heel tevreden mee. Eigenlijk is dit ons tweede volwaardige seizoen op dit niveau. Vorig jaar was geen seizoen. Seizoen daarvoor stonden we plaats 13 en hebben we toch wel moeten strijden tot het laatste. Dus nu onze ambitie was om een rustig seizoen te spelen en ergens te draaien rond de 9e plaats. Als je ziet dat we nu na de uitslagen van vanavond op plaats 7 staan, dat we nog uitzicht hebben op plaats 6 en dat het kloofje achter ons denk ik gemaakt is. Dan ben ik wel alleen fier op mijn ploeg en op mijn jongens dat we een mooi seizoen spelen en op een mooie 7e plaats of misschien zelfs 6e zullen belanden. Maar ik begrijp het gevoel van Stefan dat hij beschrijft. Ik denk dat wij vorige week op Dikkelvenne, of dat ik op Dikkelvenne een beetje hetzelfde gevoel had van hier waren we niet klaar voor die match. En misschien waren wij dat vandaag meer door die nederlaag van vorige week. En maakt Oudenaar vandaag mee, wat wij vorige week meemaken, dat is voetbal. Hè? Dus volgende week gaan we naar de win op Gent. Als de logica gerespecteerd wordt.
Ik denk, als we een keer een goaltje maken, dat misschien zal lukken, maar dat is tegenwoordig ook moeilijk. Maar oké, we gaan proberen die jonge gasten nog in te passen. Kasper is goed ingekomen, Timo is vandaag ook goed ingekomen. We hebben nog zo een paar en ik denk dat die jongens een kans moeten krijgen om te tonen wat ze waard zijn. En dat zij de nodige swing in de ploeg brengen om terug een driepunter te pakken.